De generaal herkende het handschrift, nam de brief aan en stopte hem in zijn zak. Hij ging naar de koele hal en gaf de jager zwijgend zijn hoed en zijn stok. Hij haalde zijn bril tevoorschijn uit zijn vestzak, stapte naar het raam en begon bij het licht dat tussen de spleten van de halfgesloten jaloezieën doorschemerde, de brief te lezen. Hij is dus teruggekomen, zei hij nu, hardop, midden in de kamer, 41 jaar en 43 dagen. Je ziet, ik ben al een keer gekomen. Ik heb daar nooit aan getwijfeld. Gloed is van alle tijden. Het gaat over trouw, liefde, vriendschap en passie. En vanavond ga ik iets in jou doen, hè? En ik laat je teruggaan naar je huis, vlak bij onder. Of naar de tropen, of naar de hel. En jij zult voor altijd mijn vriend blijven. Is passie zo pijnlijk? Zo groot en zo onmenselijk?